U heeft binnenkort een afspraak voor een videoconsult met uw zorgverlener in het Jeroen Bos ziekenhuis. Een videoconsult wordt ook wel een digitaal consult of webcamconsult genoemd. In deze video leggen wij u uit wat een videoconsult is en hoe het werkt. Een videoconsult is een volwaardige afspraak met uw zorgverlener vanuit uw eigen thuisomgeving. U hoeft dus niet naar het ziekenhuis te komen. U ziet en praat persoonlijk met uw zorgverlener via een beveiligde verbinding met uw telefoon, tablet, laptop of computer. Dat is wel zo gemakkelijk. Ook een naaste kan vanaf eigen locatie deelnemen aan het videoconsult. Samen met uw zorgverlener beslist u of een videoconsult voor u geschikt is. Een videoconsult is gelijk aan een consult in het ziekenhuis. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Een videoconsult is veilig. U maakt gebruik van een veilige internetverbinding en uw zorgverlener zit in een afgesloten ruimte. Uw gesprek wordt niet opgenomen. Hoe gaat het in zijn werk? Na het maken van een afspraak voor uw videoconsult ontvangt u een e-mail van webcamconsult. In deze e-mail vindt u de bevestiging van de afspraak en de link om uw videoconsult te starten. Heeft u geen e-mail ontvangen? Kijk even in de spam of ongewenste reclamemap van uw mailprogramma. Misschien is de e-mail onbedoeld daarin terechtgekomen. Heeft u de mail nog niet gevonden? Bel dan naar de polykliniek van uw afspraak. Een videoconsult kunt u doen op een smartphone, een tablet, een laptop of een personal computer met webcam. Bij smartphones, tablets en laptops zit een camera en microfoon ingebouwd. Voor een personal computer moet u meestal een losse webcam en headset aansluiten. Controleer of u uw videoconsult kunt doen. Open de e-mail op het apparaat dat u wilt gebruiken. U hoeft geen app te installeren. Uw videoconsult werkt via uw internetbrowser. Google Chrome, Firefox en Edge werken meestal het beste. Behalve op een iPhone of iPad. Daar is Safari de juiste keuze. Internet Explorer werkt vaak minder goed. Gebruikt u Gmail via een app op uw iPad of iPhone, dan werkt webcamconsult niet altijd goed. U moet dan zelf de link uit uw e-mail knippen en plakken in uw Safari-browser. Test of het lukt om een videoconsult uit te voeren. Gebruik hiervoor de links in uw e-mail. Lukt het niet? Bel dan de polykliniek voor een nieuwe afspraak. Bereid uw afspraak voor. Net als bij een afspraak in het ziekenhuis is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Zorg ervoor dat u uw patiëntennummer en medicatiegegevens bij de hand heeft. Schrijf uw vragen alvast op. Zorg dat u in een rustige en stille ruimte zit waar u niet gestoord kan worden en let ook op uw privacy. Zorg ervoor dat anderen niet kunnen meeluisteren als u dat zelf niet wil. Soms is het fijn om samen met een naaste of mantelzorger het gesprek te voeren. Dat raden wij u zelfs van harte aan. Vertel uw zorgverlener als u het gesprek start dat uw naaste ook bij het gesprek is. En zorg ervoor dat u altijd zelf in beeld bent. Als uw naaste vanaf een eigen locatie wil meeluisteren, kunt u de e-mail met de link om een nieuw consult te starten naar hem of haar doorsturen. Start uw consult. Op de dag van uw afspraak opent u de link uit de meest recente e-mail die u ontvangen heeft van Webcam Consult. De link is actief vanaf een half uur voor de afgesproken tijd, niet eerder. Open de link minimaal 10 minuten van tevoren, zodat u tijd genoeg heeft om uw camera en geluid te testen. Bent u goed in beeld? Draai eventueel uw beeldscherm horizontaal, landscape. Heeft uw apparaat voldoende stroom of batterij? Nadat u akkoord bent gegaan met de privacyverklaring en gebruik van camera en geluid, komt u terecht in de digitale wachtkamer. Uw zorgverlener ziet dat u er bent. U hoeft niets te doen. Uw zorgverlener zorgt dat verbinding tot stand komt. Het kan zijn dat het spreekuur uitloopt, waardoor uw videoconsult later begint. Blijf daarom minimaal 15 minuten wachten en klik het scherm niet weg. Uw zorgverlener maakt verbinding.
U hoort een ping. U kunt elkaar zien en het consult kan beginnen. Lukt het niet om verbinding te krijgen, dan gaat uw zorgverlener u bellen. Houd uw telefoon daarom bij de hand. Gaat er even iets niet goed tijdens het gesprek, dat kan gebeuren. Probeer in zo'n geval opnieuw verbinding te maken via de link in uw e-mail. Wij wensen u een goed gesprek. Meer informatie: www.jeroenbosziekenhuis.nl